Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En ik ben chagrijnig, dan weet u dat alvast. En mijn zon is vervelend aan het doen, maar goed. Ik ben zelden chagrijnig. Ik ben eigenlijk altijd wel een redelijke happy camper. Ach, we zitten misschien wel geen last van de zon. Zo. Maar vandaag ben ik chagrijnig. En dat komt omdat ik te weinig heb geslapen. En ik ben nu bijna 40 weken zwanger. En ik kan het niet handelen als ik niet goed slaap. Want dan denk ik, jongens, ik moet ook een bevalling doen. Maar als het vandaag is, wordt het voor niemand leuk. Maar goed, dat zal niet gebeuren. Maar ja, ik ben echt even heel chagrijnig. En het is omdat ik te weinig heb slapen, omdat Niels niet goed had slapen. En we merken gewoon echt, als we hem vroeg in bed leggen, dan slaapt hij langer. En als daar ergens iets misgaat in het proces, dan slaapt hij dus ook kort. Dus gisteravond gingen wij kennis maken met een schoonmaakster. Omdat we hadden bedacht met twee kinderen dat we dat misschien toch maar gewoon eens moeten gaan doen. Aangezien we allebei ook heel veel werken. En het dan zonde is als je dan ook nog heel veel tijd aan schoonmaken kwijt bent. Dus we hebben kennis gemaakt met een schoonmaakster. Maar die kwam om 7:45. Toen lag Niels blijkbaar nog niet diep genoeg te slapen, dus die werd daarvan wakker. Nou, een tijdje geprobeerd om weer in slaap te krijgen, lukte niet. Toen wilde hij heel graag even kijken en heeft even gekeken van wie het waren. Snap ik ook wel, ik hoor allemaal stemmen, wie zijn dit? Dus is even komen kijken. Maar daarna duurde het ook nog heel lang voordat hij weer in slaap viel. En dan is hij dus ineens om 5:30 is hij wakker. Nou, en ik slaap natuurlijk s'nachts sowieso niet heel goed, want bloed heet. Ik heb nu een ventilator, dat wel, kijk. Yes. Maar ik moet natuurlijk 100 keer plassen en ik heb warm en alles. Dus dan slaap je al niet goed. En als je dan ook nog vanaf 5:30 eigenlijk. En dan word ik dus wakker en heb ik dus honger. Nou goed, dus schiet niet op. Dus ik ben een beetje cranky. En omdat Niels niet goed heeft geslapen, is hij ook een beetje cranky. En dat is niet een hele fijne combinatie. Sven moest heel vroeg weg vanmorgen. 7:15 of zo. Dus ik ben eigenlijk de hele tijd al alleen met Niels. Hij is nu even dus zijn dagelijkse ritueel aan het doen. Het is nu 8:30 geloof ik. Dus hij heeft net standig gepoetst en nu mag hij even een filmpje kijken. Maar ik word redelijk lijp. Ik merk dat ik snel uit mijn slof schiet en dat haat ik. Want ik ben altijd juist heel erg van, doe maar gewoon normaal zeg maar. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Het zijn ook gewoon hormonen en slaapgebrek. Rond 9:50 ga ik even een drankje doen met een vriendinnetje. Drankje, theetje. En ik heb vanmiddag nog de verloskundige. En ik wil ergens er tussendoor denk ik toch even proberen te slapen. Alhoewel ik dat echt haat. Maar ik denk dat het gewoon even goed is als ik dat doe. Dus ik ga het wel proberen. Ja, misschien zo al. Maar nu ben ik natuurlijk niet echt moe. Maar ja, nou even kijken. Ik ben ook nog steeds verkouden, is ook leuk. Verder is er IKEA-bestelling binnengekomen. Vandaag komt de rest. En we hebben een speelgoedkist besteld waar we mits een nieuwe kattenbak in gaan maken. Morgenochtend gaat Sven een vriend helpen met voorbereiding voor verhuizing. Ze moeten van alles naar de sloop en zo brengen. Dus we hebben een grotere auto mankracht. Dus Sven gaat helpen, maar dan komen zijn ouders. Zijn moeder heeft een heupoperatie gehad, maar die is herstellende en die wilde graag nog even komen. Dus dat is super gezellig. Dus die komen dan en dan kan Sven ook de deur uit. En dan, nou, ik zei al tegen mijn schoonmoeder, de lamme helpt de blinden. En mijn schoonvader gaat dan... ik kom er zo aan, lieverd. Die gaat dan een gat zagen in die speelgoedkist, zodat Mittens daar dan in kan. En hij gaat een gat achterin onze gangkast zagen, zodat het om de verwarmingsbuis heen gaat. Dan kunnen die kasten tegen de muur. We hebben deuren voor die kasten besteld, dus we hebben van alles. Ik heb nachtkastjes besteld. Als het goed is, tenminste ik denk dat vandaag ook de gordijnen komen. Ik hoop het, anders zal het begin volgende week zijn, maar ik hoop eigenlijk vandaag. Dan gaan we even met z'n allen een hapje eten. En zondag hebben we niks gepland staan en ik denk dat ik dat ook zo moet laten. Dus dat is een beetje het weekend. En bijna uitgerekende datum. Goed, ze zitten nog heerlijk in trouwens. Dus ik hoop dat ik een beetje vrolijk ben vandaag.
Wij zitten lekker op het gras, in de zon. Nou, niet in de zon, in de schaduw. Met de buik. Ik heb even lekker drankjes staan met vriendinnetje. En nu loop ik naar huis. En dan ga ik even proberen te slapen. Want dat heb ik echt heel erg nodig, geloof ik. Ik heb even geslapen en ik zit nu op de fiets naar de verloskundige toe. We vullen de check-up. Dus even kijken hoe het met de kleine dame gaat. En met mij natuurlijk. Ik zit in de wachtkamer. Oh, een beetje vroeg zijn. Ik ben benieuwd. Ik heb net wel even geslapen. Ik moet er even een beetje van bij komen. Ik heb niet heel lang geslapen, maar dan wel eventjes. Mama is nog even met Niels naar buiten. Ik blijf binnen, want er worden pakketjes bezorgd. En ik ga ondertussen even proberen te dweilen. Ik weet niet of het gaat met mijn buik, maar we gaan het zien. Even een soppie. Ik zal trouwens ook nog even vertellen hoe het bij de verloskundige was. Maar alles was goed. Maar ze zei echt, je hebt nog zoveel vruchtwater. Die gaat echt niet komen anytime soon. Hoogstwaarschijnlijk. Ja goed, het is natuurlijk geen exacte wetenschap, dus ze weet het nooit. Maar de verwachting is van niet. En ze zei ook, ja, het is gewoon heel lastig ook om nu in te schatten hoe groot ze is. Want er is zoveel water omheen. Nou, ze was er echt over verbaasd. Het bijzondere is wel dat ik gewoon niet ben aangekomen afgelopen maand. Nou, aan mijn eten kan het niet liggen, dus ik weet het ook niet. Nou, ik heb vooral 's ochtends heel erg eten, dus 's middags niet echt. Maar ja. So far so good. Mijn bloeddruk was goed. Ik heb wel het, ik zal het eens opzoeken, carpaaltunnelsyndroom. Een of andere zenuw in je pols. Die loopt door de carpale tunnel, lees ik nu. En omdat je dus tijdens de zwangerschap kunnen hormonen ervoor zorgen dat je extra vocht vasthoudt en het bindweefsel in je armen opzet, waardoor de ruimte zeg maar, in die tunnel kleiner wordt. Je krijgt dus tinteling, een dof gevoel of pijn in je vingers. Maar niet in je pink. Nou, daar heb ik niet zo erg op gelet. Gevoelloosheid en krachtverlies. Vervelende klachten. Gevolgens vervelende klachten aan handen en vingers. En dat heb ik dus. Dus prikkelend pijnlijk gevoel in je handpalm en vingers. Verminderde kracht in je vingers. Een gezwollen dik gevoel in je hand. Uitstaande pijn in je onderarm, arm, elleboog en schouders. En verdoofd gevoel in je vingertoppen. Ik word dus elke ochtend wakker met een soort slapende handen. Die heel dik voelen en dat ik dus echt niet echt iets kan vastpakken. Bijvoorbeeld, ik lees 's ochtends dan in bed Niels een boekje voor. Ik kan het hele boek niet goed vasthouden. Ik dacht dat het gewoon vocht, maar omdat het ook zeg maar slaapt, zeg maar, dus mijn handen slapen, dacht ik, vraag het toch eens eventjes. Maar nou, dit dus. En ze zei, ja, wat je kan doen, wat helpt, is skatehandschoentjes aantrekken in bed, 's nachts. Really, it's like 30 degrees. Thank you very much. Ja, het is gewoon bloedheet. Ik ga toch niet met handschoentjes aanleggen. Hou op met me. Ik heb gevraagd, weet je, kijk, als het nodig is, doe ik het. Maar kan het kwaad? Maar het kan dus geen kwaad. Het is alleen een beetje een vervelend gevoel. En ik word er ook wel eens wakker van 's nachts. Maar nou, weet je, het is erger dan met skatehandschoentjes aanslapen. Dus ik vind het goed. Ik bijt er wel doorheen. Ja, want ik ga nu toch echt niet, hou op. Het is zo warm. Ik ga dat gewoon niet doen. Daarbij heb ik geen skatehandschoentjes. Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Maar goed, dat heb ik dus. Dus dat is ook leuk. Dus mocht je zwanger zijn en je afvragen waarom heb ik van die dikke slapende handen, dan zou dat het kunnen zijn. Maar verder was dus eigenlijk alles prima. Bloeddruk was goed. En de kleine heeft het gewoon nog heerlijk naar de zin. Dus dat is fijn. Ik ga nu lekker crackertjes met tzatziki eten, want daar heb ik zin in. En het foute uur luisteren en zometeen worden pakketjes bezorgd. Dus, en mijn ouders eten hier, want Sven is er niet vanavond. Dus mijn ouders eten hier en die helpen met Niels naar bed brengen. En dan komt Sven gewoon als Niels al lang ligt te slapen. Hij zei, het zal geen 8 uur worden en geen 4 uur, maar ergens ertussenin. Nou, daar kunnen we wat mee in het leven. Maar goed, hij is met de auto, dus hij gaat niet drinken. Want dat gaan we maar niet meer doen, want het kan zomaar wel gebeuren. Goedemorgen, het is zaterdag. En vandaag komen Sven's ouders langs. En ik heb gisteren even dat nachtkastje in elkaar gezet.
Maar er blijken 2 maanden te zijn. En de bedoeling was dat ik de kleinere had, maar het zijn nu de grotere. Maar het past wel. Ik zal het laten zien. Ik vind dat zwart ook echt super mooi. Die andere is zeg maar 20 centimeter korter. Dus ik ben een beetje in twijfel. Dus we gaan nu even kijken of deze ook op mijn plek goed past. Dat is in principe ruimer, maar de vraag is of je het last hebt van bij het binnenkomen. Nou, even zitten. Het is 10:30. Het zweet staat me onder de buik, zeg ik dan maar. Het is... mijn schoonouders zijn nu even met Niels lunch halen. Dat wilde ik eigenlijk eerst doen. Alleen, we hebben toch besloten dat de nachtkastjes teruggaan. Dus ik moest het nachtkastje uit elkaar halen. En dat was best wel even een uitdaging. Die gaat Sven nu... Die vrienden van ons die Sven nu aan het helpen, ze hebben toevallig degene in de kleine maat gisteren gekocht. Dus die gaan nu dat ook... nu gaan ze het even ook voor ons halen. En ondertussen zijn ze naar de vuilstort. Zo Sven is gewoon even aan het helpen. Ik ga nu deze vuilstort even opruimen. Want het is hier gewoon een groot chaos. En dan ga ik straks even met mijn schoonvader een nieuwe bak voor mittens maken. En de oude bak uit elkaar. Misschien dat ik dat nu alvast ga doen. En we hebben kapotte stoelen. Ik zal het ook even laten zien. Het ziet er ook charmant uit. We hebben al een tijdje. Gaat van kwaad tot erger. We hebben zeg maar allemaal verschillende stoelen bij de eetkamer. Bij de eettafel. Zeg maar dit als allemaal verschillend. Maar deze die zijn het fijnst. Maar die zijn dus kapot. Nou kan je die zitting eruit halen. Dan kan je zelf gewoon nieuwe stof omheen. Dus dat gaan we doen. Het is een soort, ja, een soort nepleer. Dus mama is nu naar de lapjesmarkt voor stof. En dan gaan mijn schoonvader, die heeft zo'n niet-pistool mee. Nou, en dan moet dat straks ook goed komen. Dus zo komen we er wel. En ondertussen helpt ze dus de buren. Dus we gaan op zich gestaag. Mijn schoonmoeder heeft nog een nieuwe puzzel meegenomen om het motto... Aangezien de kleine toch voorlopig nog niet komt, kun je nog even lekker puzzelen. Dus dat is heel fijn. Dus die hebben we aan hen cadeau gegeven. Omdat ze aan een havertje gaan wonen. En dit is met een havertje. En dan misschien moet ik een nieuwe heup kreeg en ook moest gaan zitten. Dus nu kan ik hem maken. Ik heb trouwens gisteren, ik had een bestelling gedaan bij Kruid. Wat gewoon luiers en dat soort dingen. Maar ik heb ook deze besteld. Deze toilettas. Want ik heb voor Niels een toilettas met... niemand die ziet ook dat dit echt enorm scheef erop zit, het logo. Maar maakt niet uit, het was 6 euro. Want ik heb voor Niels heb ik gewoon een toilettas waarin ik zijn luis en zo op zit. En ik dacht, dan vind ik het wel handig om dat voor haar ook gewoon te hebben. En voor haar neem je aan het begin natuurlijk gewoon de luiertas mee. Maar als je haar moet verschonen, dan kan je gewoon, hoef je alleen die toilettas mee te nemen. Dat vind ik heel makkelijk. Ik zal tegen die tijd ook wel een keer een luiertas video opnemen sowieso. Maar in ieder geval Niels zie je, die heb ik al een tijd geleden opgenomen, zie je ook dat ik zo'n toilettas gebruik. En deze vond ik wel gezellig, dus die heb ik voor haar. Mama ontfermt zich over de stoelzitting. Als een ware tandarts. Nou, kijk eens, al nieuw. Prachtig. En daar wordt druk gewerkt aan de bak van mittens. Ja, maar dat kan toch niet? Dat heb ik echt niet nodig, hè? Dan ga ik nu even van deze twee dit maken met plakfolie. En dit plakfolie hadden we ooit over van Niels' keukentje. En daar heb ik dus die onderzetjes van gedaan. Maar ik wil ook onderzetjes op de nachtkast. Want we hebben best nog wel vaak een kop thee staan. En ik wil niet dat ze lelijk worden. Dus aan de knip. Nou, we zitten hoor, de kids. Sorry jongen. Wat een werk. Hij zit er ook. Ja, dat moet hè. Nou, ik heb hem een beetje ingericht, maar dit wordt nog anders. En nu is het klaar voor vandaag. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. We hebben even gezellig gegeten met z'n allen. Ik weet ook niet of ik iets van gefilmd heb. Dus we hebben net de Wii geïnstalleerd. We zijn er klaar voor. Vorige keer namelijk heb ik tijdens de weeën hebben wij Mario Kart.
En hij vond het leuk om het ook een keer met Niels te doen. Niels een stuurtje in zijn hand. Hij zei, ja, we staan er vanavond klaar voor. Als we mee komen, kennen we gaan karten. Ik zei, nou, ik hoop dat dit keer iets sneller gaat, dat we niet hoeven te karten. Maar goed, vorige keer duurde het eindeloos mijn bevalling. Vandaag gaan we zo meteen even naar de vuilstort, want die is alleen 's ochtends open. Dan gaan we alle troep van gisteren erheen brengen en dan gaan we... vanmiddag moet Sven even weer die vriend van hem helpen. En of afhankelijk van hoe laat we daarheen gaan, gaan Niels en ik mee. En dan ga ik met... ga Niels en ik met die vriendin van ons en dan en hun kindje spelen. Terwijl de heren ondertussen aan het allerlei dingen aan het maken zijn. Ik weet niet wat ze moeten doen. Maar dat hangt een beetje af, want volgens mij slaapt hun kindje nou precies, die slaapt nog 2 keer. Dus ik denk dat die slaapt en dat Niels dan slaapt en dat hij dan weer slaapt. Dus dan gaan wij niet mee, dan gaan wij naar mijn ouders toe of Niels ligt te slapen. En dan gaan we vanmiddag, willen we dan nog eventjes naar of een speeltuin en de ijsboek of... wat voor batterij zit erin? Ah, kleintjes of... Gewoon normale A's. In de kast daar, linksboven, middenste eten, zit een zak met allemaal batterijen. Of we gaan naar Lepeltje Lepeltje, dat is een foodtruck festival. Maar dat we in ieder geval nog even iets leuks met z'n drietjes doen. Want ja, we hebben natuurlijk het hele weekend zijn we bezig geweest met klussen en doen. Zowel voor ons als voor anderen. Dus daar zijn we heel blij met wat we gisteren allemaal hebben gedaan. Ik weet niet of ik de kast nou had laten zien. Kijk, dit zijn nu de kasten. Niet schrikken, ze zijn niet blauw. Ze zijn hoogglans grijs. Een beetje deze kleur. Alleen dan dus hoogglans, dus gewoon lichtgrijs. Alleen omdat we dus misschien nog die ombouw eromheen gaan maken, zo, wilden we de bescherming nog even op laten zitten. Want als dat nog omheen komt, dan is het wel mooi als dat niet zichtbaar is en zo. Dus dat. Ja, daar gaan we, heren. Hier is het vooral het gras. Dat maakt niet uit. Ik mag hem niet helpen. Zo, slight change of plans, want we hebben net al het afval weggebracht en toen reden we met Niels naar mijn ouders, die overigens in de auto aan slaap viel, dus dat sprak maar met je moe. Maar goed, bij mijn ouders natuurlijk gewoon weer wakker en spelen. Maar die, zo kom ik eruit de wereld, hè. Hey, Mittens. Ja, just the two of us. Maar toen zei mijn vader van, joh, waarom ga jij niet gewoon lekker naar huis en even een beetje ontspannen? Terwijl ik zou gewoon bij mijn ouders blijven, wat ook heel gezellig is. En dan was ik gewoon lekker in de tuin een beetje gaan zitten en een beetje aanrommelen met Niels. Maar hij zei, ga jij gewoon lekker naar huis? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel gewoon een goed idee. Dan zorg ik dat hier gewoon een beetje de boel aan kant is en dan ga ik gewoon zitten. En misschien zelfs nog even slapen. Aan de andere kant wil ik misschien dan liever vanavond weer vroeg naar bed, dat ik dan ga slapen in plaats van nu. Maar in ieder geval dat ik gewoon even ontspanning heb, want het was best wel toch een zware werk gisteren. Dus dat is super lief. Dus die brengen Niels naast een slaapje. En dan gaan we nog even iets leuks met z'n drietjes doen. Moeten we even kijken wat. En Sven is dus nu net met die vriend van hem naar het nieuwe huis van hem. En nu heb ik een was aangezet. Dan ga ik even opruimen. En dan ga ik zitten. Ik dacht wel, misschien ga ik gewoon even op het terras lunchen. Ik kan treat myself. Gewoon even lekker zitten. Want ik ben echt bijna niet buiten geweest de afgelopen tijd. Omdat ik het gewoon echt zo warm vind. Maar op zich staat er nu wel een lekker windje. Dus ik kan ergens in de schaduw zitten. Ik zit hier lekker met een tijdschriftje. En een tochtje. Mag ik één keer?
Niels is een pizza aan het maken. Van meergraden wraps. Een recept van uit Pauline's keuken. Oh, zo. Dat wordt smullen. Ja, zie zo goed. En wil je er misschien nog wat kaas overheen? Ik heb een toetje gemaakt. De presentatie had eigenlijk een ander soort schaaltje moeten, maar het gaat om de smaak. Het is inmiddels maandagochtend en ik kwam tot de conclusie dat ik volgens mij helemaal de vlog niet heb afgesloten. Dus dat ga ik bij deze doen. Morgen ben ik uitgerekend, ik ben heel benieuwd. Wat ik volgens mij vorige vlog ook al zei, ik ga ervan uit dat ik gewoon elke week een vlog post, maar ja, je weet niet hoe het loopt als ik precies beval op het moment dat er eigenlijk een vlog bewerkt moest worden, ja, dan is dat wat het is. Maar ik hoop dat ik gewoon elke zondag blijf uploaden, daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. Maar ja, misschien wil ik alleen maar verliefd naar onze baby kijken. Dus ja, we gaan het meemaken. Maar in ieder geval, voorlopig zit ze nog in de buik. Dus voorlopig komen ze gewoon online. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!